Na 2022 blijft ons inziens de markt, de vraag naar hotelkamers, de toeristen, de zakenmensen, die blijft groeien. Ja. Maar het aanbod groeit niet mee. Die millennial die wil een tailor-made product hebben, op hem of haar gericht. Wat doe je nou als je als eigenaar van een gebouw een miljoen extra investeert om energiezuinig te gaan zijn? Dan wil je als, dan is dat voor de huurder, operator, is dat prettig. Maar dan krijg je als eigenaar van waarom ga ik dat miljoen investeren? Het is alweer een jaar geleden dat ik naar aanleiding van het Hotel Investment Seminar sprak met mijn drie gasten die bij mij aan tafel zitten. Tijd om bij te praten, heren. Van harte welkom terug. Als we een jaar kijken, de laatste 12 maanden, laat ik eens bij jou beginnen, Rutger. Wat is er de laatste 12 maanden allemaal gebeurd sinds dat wij elkaar hier aan deze tafel spraken? Ja, dan moet ik als vanuit mijn rol als advocaat moet ik hem vooral even richten op de transactiemarkt. Ja. En ik denk dat we nog steeds een goede transactiemarkt hebben gezien. Je ziet dat alles wel veel duurder wordt, vooral Amsterdam. Ja. En dat er nog steeds heel veel vraag is vanuit de buitenlandse beleggers om producten te vinden. En dat is nog niet zo heel eenvoudig gebleken. Dus er is wel een enorme goede vraag naar hoteltransacties. Dat zeg je positief, maar er is druk op de markt dus wat dat betreft. Ja, zeker. Er is een enorme druk op de markt. Alle hotels, alle grote transacties zijn eigenlijk al gedaan de afgelopen 5 jaren. En als je nu naar beleggers gaat of naar eigenaren gaat en vraagt, ben je bereid om je hotel te verkopen? Dan zeggen ze automatisch van, maar wat moet ik er dan voor terugkopen? Hmm. Het is niet alleen de schaarste op de hotelmarkt, op de hotelvastgoedmarkt, maar ook kantoren is gewoon een heel laag aanbod in. Er is gewoon heel moeilijk om aan nieuw product te komen. Exploitatie technisch, wat ze dan formeel een stagnerende groei noemen. Wat zegt dat of wat laat dat zien? Nou, zeg maar, in de exploitatie zie je nog steeds, vooral Amsterdam, een enorme sterke markt. En als je ziet globaal hoeveel er gereisd wordt met alle low-cost airlines die er zijn. En als je ziet hoe enorm aantrekkelijk Amsterdam aan het worden is, blijft die druk er wel op staan. Mm. Het probleem zit hem er gewoon in dat inderdaad de yields die worden steeds lager. En wat Jan precies zegt, ja, de prijzen zijn gewoon te hoog. En dat gedeelte stagneert. Maar zeg maar aan de exploitatiekant zie je dat zeker niet. Want Amsterdam en dan ook in de rest van Nederland draaien de hotels erg goed. Ja, we hebben het al gehad over de hotelstop vorig jaar in Amsterdam. Wat vinden we daarvan? We kijken dat nu een tijdje aan. Het effect van de hotelstop is nog niet op de markt geprojecteerd. De pijplijn is dichtgezet. Ja. Dus er komt niks nieuws meer bij. Alleen er zat nog een hele hoop in die pijplijn. Hmm. En die wordt nu eerst uitontwikkeld. Dus we gaan pas dat effect echt na 2022 krijgen. Wanneer ruim 5000 kamers die nu nog in de pijplijn zitten, als die allemaal gerealiseerd zijn. Na 2022 blijft ons inziens de markt, de vraag naar hotelkamers, de toeristen, de zakenmensen, die blijft groeien. Ja. Maar het aanbod groeit niet mee. Ja. Dus dan is er een mogelijk tekort aan hotelkamers opkomst. In Amsterdam. In Amsterdam. En daardoor. Want dan gaat Amsterdam zich toch uitbreiden. Exact. Want jij had het even over Den Haag. Daar is een heel ander beleid. Ja, Den Haag heeft nu gezegd van wij stellen de stad open voor nieuwe hotels. Nou, dat is prima voor de markt. Want kijk, het probleem vraag en aanbod, als dat uit balans is, worden die prijzen veel te hoog. En dan gaat Amsterdam zich uiteindelijk weer uit de markt prijzen. Mm. Nou, dat wil je ook niet. En als iedereen gewoon Den Haag, Rotterdam, Amsterdam als één grote stad ziet, of één destinatie zien, ja, dan kun je dat probleem op die manier oplossen. Maar ook dichter bij huis, Hoofddorp bijvoorbeeld, is een hele populaire markt op dit moment. Omdat die en het Schipholgebied serviced, maar ook dicht genoeg bij Amsterdam is om daar hotelnachten te verkopen. Hoe zie jij die ontwikkeling? Denk je dat je krijgt ook nieuwe concepten. Long stay, extended stays, dat zijn ook wel nieuwe ontwikkelingen waarvan internationale partijen met veel geld
proberen toch nieuwe producten in de markt te zetten om te kunnen concurreren met hotels. Is het uiteindelijk dan gewoon een hele strategische move van Amsterdam of niet? Dat ze de druk op eigen stad een beetje op de lange termijn wat zien zakken en dat het wat meer verspreidt? Of is het ja, dat is absoluut. Hebben ze er zo over nagedacht ook? Ja hoor, ja, dat weet ik zeker dat ze er zo over nagedacht hebben. Want dat roepen wij ook al heel lang. Je moet gewoon nieuwe centra creëren in en rond Amsterdam. Want je kunt niet gewoon al die 20 miljoen toeristen elk jaar, die kun je niet allemaal maar op de Wallen of in die binnenstad hebben. Dat kan gewoon niet. Nee. Maar het is mijn zin is niet alleen de hotelkamers die druk op de toeristische markt in Amsterdam veroorzaken. Mm-hmm. Want vergeet niet, met 35.000 kamers heb je een maximale aantal toeristen die dus ook in Amsterdam slaapt van 70.000 mensen. En dat valt eigenlijk in het niet bij de hoeveelheid toeristen die er op dagbasis zijn. Ja. Er komen natuurlijk nog een hele hoop met de trein, met de bus, met de auto, die allemaal een dagje Amsterdam komen doen. Mm-hmm. En die druk die blijf je erop krijgen. Ja, ja. Het is niet alleen maar de druk van de mensen die blijven overnachten. Dus daar moet de aantrekkingskracht voor de stad Amsterdam als toeristische stad, die druk die blijft. Ja, en daarom denk ik dat je er veel meer bij gebaat bent om dus ook buiten het centrum van Amsterdam toeristisch aantrekkelijke punten te promoten. En dat doen ze nu ook met de MRA Amsterdam, metropoolregio Amsterdam. Ja. Waarbij van Zandvoort tot Muiden tot Lisse allemaal gepromoot wordt om die spreiding door de regio. En ik denk dat dat een hele goede zaak is. Er komt hoogtevrees. Mensen denken ook van oké, wanneer komt die volgende beweging in de markt naar beneden? Hm. En als je 1991 kijkt, 2001... 2011 zaten we midden in de crisis. En ja, ik zeg wel eens op seminars, en 2021 komt er waarschijnlijk ook aan binnenkort. En het zou wel eens kunnen dat die markt weer gaat corrigeren. En er zijn niet echt hele harde redenen voor. Maar als je gewoon naar de golfbeweging van de afgelopen 40 jaar kijkt, dan zou het ergens 2021-2022 weer naar beneden moeten gaan. Kun je daar financieel juridisch op voorsorteren? Ik heb Jan hoog zitten, dus ga er maar even vanuit dat gebeurt. Wat moeten we dan nu doen? Nou ja, het is de markt is wat de markt doet. Als de rente zo laag blijft, dan blijven we deze gekte houden, denk ik. Maar als de rente op een gegeven moment gaat stijgen, dan krijg je weer een bubbel die aan elkaar gaat barsten. En dan krijg je alle soorten distressed vastgoed weer. Hmm. We hebben de afgelopen jaren gezien dat alle kantoorgebouwen zijn getransformeerd naar of woningen of naar hotels. Inmiddels is er gebrek aan kantoorruimte. Dus de markt zal. Ja, vertel me maar. Als het. Mooi vak heb jij, hè? Ja, toch? Zeker. Nou ja, ja. Maar lastig ook om daarop te sorteren als je in die hotel investment markt zit. Nou ja, aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant, ook in de slechtere tijden, moeten wij onze klanten van dienst zijn. Ja. En daar een voorzien van strategisch advies wat te doen met je vastgoedportefeuille. Ja. Verkopen is ook in slechtere tijden vaak een optie voor de eigenaren. Ja. We gaan naar een nieuw hotel investment seminar toe met een prachtig thema: Creating Value for Investors. Drie interessante thema's daarin. De eerste maar eens behandelen. Hij kan bijna in geen enkel gesprek ontbreken wat ik de laatste half jaar in business jargon doe. Dat is namelijk sustainability, duurzaamheid, climate. Ja. Hoe relateren we dat aan deze markt? Waar liggen de kansen? Wat zijn de ontwikkelingen? Nou, we hebben allerlei eisen waaraan gebouwen tegenwoordig moeten voldoen, dus ook hotels. En wat doe je nou als je als eigenaar van een gebouw een miljoen extra investeert om energiezuinig te gaan zijn? Dan wil je dan is dat voor de huurder, operator, is dat prettig. Maar dan krijg je als eigenaar van waarom ga ik dat miljoen investeren? Ja. Dus die wil ook zo'n return hebben. En uiteindelijk, de operator wil het misschien ook wel betalen, maar gaan de gasten dat ook weer met de hoge huurprijzen betalen? Dus geeft de antwoord eens? Dus, nou, dat is de challenge waar we het. Ja. Dat is de discussie die je aan wil. Dus maar je kan ook zeggen, nou, het kost gewoon geld, maar die moet je investeren, want dat is om de aarde te verbeteren. Ja. Dus nou ja, maar dat zie je. Je ziet ook wel dat hotel operators, dus exploitanten, daarop inspelen. En daar echt een thema van maken. En dus proberen ook die extra kosten die daarmee gemoeid zijn door te leggen aan de gast. Hetzij vrijwillig, hetzij gewoon in hogere kamerprijzen. Maar het moet natuurlijk wel ergens op slaan. En dat is op dit moment maakt het nog niet altijd evenveel reden. Ja, precies. Maar heeft sustainable ontwikkelen, is het wel zo logisch om het meteen te koppelen aan dat het dan ook veel duurder is?
ik kan me ook voorstellen dat wij straks over 10 of 20 jaar... dat wij gewoon ontwikkelen en dat er vastgoed is wat gewoon uiteraard sustainable is, ja, maar wat gewoon normaal is. Meer, ja, dan praten we niet meer over sustainable. Nee. Want nu is het sustainable, maar straks is het gewoon en straks moet het gewoon zijn. Ja. En wat is straks? Ik vind het veel, ja, straks en straks, dat kan over 1 jaar zijn, dat kan over 10 jaar zijn, hangt een beetje van het product af. Maar iedereen moet sustainable denken. Ja, dat leer ik van mijn dochter ook. Ja. En dat leren wij denk ik allemaal van onze kinderen, want die kinderen, die generatie, zitten er heel anders weer in dan wij. Ja. Want die leven daar echt mee. En die zijn daar echt heel erg bewust mee bezig. En die doelgroep die werkt inmiddels, die komt de arbeidsmarkt op, die gaat reizen, die gaat werken, die gaat in hotels zitten. Ja. In hoeverre is het onderscheidend vermogen om je nu als hotel of merk om dat sustainable stuk echt op te pakken en te gaan uitdragen? Ja, je bent nu zijn de hotels die echt sustainable zijn, die het uitdragen. Ja, dat zijn de voorlopers. Dat is dan een hit. Maar de rest van die hele wereld, die moet er nog achteraan komen. En ook de oudere hotels, die moeten op een of andere manier moeten ze toch sustainable worden. Ja. En dat is ook waar je kosten in gaan zitten, natuurlijk. Weet je? De bestaande hotels, om die sustainable te maken. En de omlooptijd van een huurder of van een exploitant in een hotel is veel langer dan in een kantoor, dan in een kantoorgebouw. Dus je hebt ook geen tussenpauzes in de exploitatie of in de huur om een hotel goed aan te pakken. Dan moet die dicht. Bij wijze van spreken. Ja. En dat kost geld. Ja, het gaat echt verder dan een papiertje in de douche hangen van jongens, gooi de handdoeken. Handdoeken in ieder geval. Nee. Dat is oldschool. Ja, die hangen nog steeds overal trouwens. Ja, vreselijk. Maar even terugkomen, waarom is dit nou zo belangrijk? Ja. In Amerika in 2025 is 50% van alle zakenreizigers is een millennial. Is een millennial. Dat zijn de mensen die nu 20 zijn en die zijn straks zeg maar 25, 35. Dat is de grootste doelgroep. Ja. En die mensen leven met het feit dat sustainability gewoon part of life is. Ja. En wij moeten het alleen nog aan wennen. En of het nou het hotel wel of niet dicht moeten gooien, we zullen dat echt moeten doen. We zullen ons echt aan moeten passen. Grote veranderingen de komende jaren, denk ik. Absoluut. Ja, een groot thema. Ja, zeker. Ja. Tweede ontwikkeling die ook speelt is het hele stuk, en soms krijg ik er een beetje jeuk van, hè, maar terminologie als big data en artificial intelligence. En denk, nou, hotels zijn daar nog een stukje vanaf, denk ik dan, als klant. Wat zijn daar de... En dan kijk ik ook even naar jou met name, vanuit juridisch. Want wil je dat goed doen, dan wil je heel veel van mij weten. Want pas als jij veel data van en mij even in overdrachtelijke zin als de klant, de hotelbezoeker. Wat zijn daar de angles en de kansen als het gaat om die nieuwe technologie? Nou, allemaal de moderne terminologie is allemaal AVG, hè, en GDPR en de... Zonder nou over doemdenken te praten, maar als je veel data verzamelt en die zijn tot personen herleidbaar, persoonlijke gegevens, en je doet dat niet goed, je hebt datalekken, dan kunnen grote organisaties kunnen daar grote problemen mee krijgen. Ja, en dat kan veel geld kosten. Als en vandaag in de krant, British Airways heeft een datalek, krijgt een boete van de Europese Commissie van 205 miljoen euro. Ja. En dat zijn toch significante getallen. Waar je, de vraag is of het symboolpolitiek is of dat het consequent beleid is. Natuurlijk, maar de grote organisaties willen die data gebruiken en daar alle hun voordelen mee doen. En ik denk dat dat onontkoombaar blijft. Maar, je zal wel prudent moeten blijven om daar goed mee om te gaan. Waar liggen de kansen? Als het gaat om, ik noem het even AI of big data, maar ik vertaal het direct ten gunste van... Telemeet hotels op de behoeften van de gasten. En daarmee creëer je een beter product voor je gasten. Daarmee creëer je dus meer waarde voor de investeerders. Zijn ze daar serieus mee bezig? Absoluut. Is daar genoeg kennis aan boord? Nee, dat weet ik niet. Maar die kennis wordt natuurlijk steeds groter. En die gaat zich uitbreiden naar alle hoeken en ook naar die hotelwereld. Dat is een ding wat zeker is. Wij gaan die millennial, die wil een tailor-made product hebben op hem of haar gericht. Zo, dat is de toekomst. En dat is dus door die AI, die artificial intelligence, is dat gewoon te doen. Ja. Nou, en om het bruggetje naar het derde thema, wat ook behandeld gaat worden op het investment seminar, is operationele effectiviteit, om het maar even te noemen. Ik droom natuurlijk, en dan ben ik niet eens millennial, net niet meer, maar ik droom nog steeds dat ik heb online alles geboekt en betaald en laat mij gewoon naar binnen lopen en naar mijn kamerdeur, die gaat netjes open. En dat kan al. Het kan al.
Maar het gebeurt nog zo weinig. Nee, het is nog niet de standaard. Maar ja, dat is ook weer een investering die gedaan moet worden. De oude systemen moeten eerst afgeschreven worden. Dus dat zijn zeker dingen. Maar dat is nog maar het begin wat daar mogelijk is. Kijk, die operationele effectiviteit, die zie je bijvoorbeeld in de hoeveelheid brands die een grote maatschappij heeft. Enorm. Er komt iedere keer voor iemand die alleen maar door wil lopen en helemaal geen contact wil hebben met personeel, wordt er bijna weer een nieuwe brand ontwikkeld. Maar er zijn nog wel andere operationele effectiviteit. Bedoel, in de schoonmaakbranche is een hoop in ontwikkeling. Het gebruik van sustainable producten die goedkoper zijn, die beter zijn, die langer houdbaar zijn. Dat soort dingen, die toe te passen. Krijg je dus niet een hogere revenue, dus geen hogere omzet, maar wel lagere kosten. Wat je nu ziet is die robotisering, die gaat gebeuren en die gaat echt gebeuren. En dat betekent dat je gewoon straks je roomservice gewoon door een robot aan je deur gebracht... Die rolt lekker naar binnen, met een schaaltje, met ontbijt erop. Je kunt gewoon rustig uit de dekens komen zonder dat iemand waarschijnlijk meekijkt. Ja. Ja, nee, die robot heeft 28 camera's. Ja, precies, maar, maar er zijn ook smart buildings. Hè. Dus, er wordt alles gemeten. Ja. Hoeveel wordt er een conferentiezaal gebruikt? En als er minder dan zoveel mensen geweest is, hoef je minder vaak schoon te maken. Meten is weten. Ja, wat de essentie is, is dat de oude structuur van je hebt een vastgoedeigenaar en je hebt een exploitant. En die maakt gewoon netjes iedere maand de vaste huur over. Ja. Die situatie, dat wordt een oude situatie. Die exploitant die gaat gewoon veel meer waarde creëren voor de eigenaar door zijn exploitatie beter, efficiënter te voeren. En die eigenaar, die investeerder, die gaat zich daar ook veel meer mee bemoeien. Mm. En dat zien we als echt een rol voor een investeerder in de toekomst. En vandaar dat we daar op de HIS ook aandacht aan gaan besteden. Ja, absoluut. Je ziet steeds meer hotel-expertise bij de verhuurders, bij de investeerders komen. Wat vroeger niet was, is nu wel. Aha. En ook bij de banken die leningen, daar zitten echt ook hotelafdelingen. Mensen die begrijpen hoe het werkt. En dat is goed. En dan krijg je die win-win. Tot slot, Jan, je had het vorig jaar had jij het bijna als trendwatcher over het Facebook Hotel. Waarbij de vraag is of millennials, of het nou Instagram of Facebook is. Hè? De eigenaar is hetzelfde. Ja. Dus dan kunnen ze qua branding alles mee doen wat ze willen. Maar komt die er nog? Ja, dat gaat er zeker komen. Ja. En of het nou een Amazon is in deze wereld, of het Google is. Deze bedrijven hebben zoveel macht en zoveel kracht in hun distributie, dat het voor hun een hele logische volgende stap is om zelf een hotel te opereren. Dus hij komt er. Ja, hij komt er. Vroeger zeiden wij, ging het over hotel en autohuur. Ja, dan ging je naar een hotel, dan ging je een auto huren. Tegenwoordig zeg je Airbnb en Uber. Ja. Dat zegt de nieuwe generatie. Ja. Mag ik jullie danken voor dit gesprek. Graag gedaan. En dankjewel voor weer het kijken. En voor degenen die kijken en naar het Hotel Investment Seminar toe gaan, heel veel plezier daar. En tot een volgende keer. Dag.